lieve kijkers, welkom bij een gloednieuwe aflevering in de Keuken met G. Ik ben Giulie en fijn dat ik vandaag weer in uw huiskamer mag zijn om lekkere recepten met u te delen. Vandaag maak ik weer een hele lekkere snackje voor u klaar. En dat is niks anders dan bitterballen. En het liefst maak ik het deze keer met kip. Want een paar jaar geleden had ik, als ik het goed heb, ook al romige, smeuïge kroketjes gemaakt. Ja, ongeveer dezelfde beslag natuurlijk. Heb ik gemaakt van vis. Dus deze keer maak ik hem van kip. En zoals u hier ziet, heb ik mijn kip ook al geblozen. Wat gaat er allemaal in behalve kip? Er gaat ook nog wat golden brown margarine in. Er gaat ook nog marigold roomboter in. Er gaat ook nog van die heerlijke romige volle melk van Michi in. Er gaat ook nog wat water in. Hier heb ik bloem. Er gaat wat uitjes in, wat knoflook. Verder nog chicken poeder, een snufje zout, zwarte peper, heel veel zoekgroenten en ook een beetje Madame Chinette peper. U weet het, wij Surinamers houden van pittig eten, sterk gekruid eten. Dus er gaat ook een beetje van die Madame Chinette peper in. Als er kinderen zijn of mensen zijn die geen peper eten, kunt u dat achterwege laten. Maar het gelooft me, het heeft wel een lekkere aroma. Verder gaat er, of tenminste, als het beslag is gemaakt, wordt hij gewenteld in ei en daarna in paneermeel. En dan wordt hij gefrituurd en daarna wordt er een dipsausje gemaakt van Catelli ketchup. Ja, het is geen onbekende ketchup in uw keuken, in mijn keuken in elk geval niet. En vandaag maak ik wederom een lekkere dipsaus met Catelli ketchup. Goed, ik ga van start met het maken van een soepje. Ik noem hem een soepje omdat hij bijna gemaakt wordt als een soepje. En dat gaat natuurlijk in het beslag om het dan smeuig en romig te maken. Mijn vuur die heb ik al aangezet, dus ik ga vervolgens wat aftreksel van mijn vlees in de pot doen. Dus bij het opkoken van mijn borsten heb ik wat laurierblaadjes en wat lontaikorrels in het water gedaan en een klein beetje zout, niet te veel zout, omdat je dan ook nog wat chickenpoeder en ook weer zout in het beslag gaat doen. Dus gewoon om het op smaak te brengen heb ik wat laurierblaadjes en wat lontaikorrels in het water gedaan bij het dit is dan het aftreksel daarvan. Ik heb het gezeefd en zoals u ziet is hij schoon. Ik ga hem dan in de pot doen. En hiermee ga ik dan een soepje maken. Ik zei het al, we gaan een soepje maken. En dit gaan we dan straks in het beslag doen. Om het beslag dan romig te krijgen. Ja, toch? Ja. We gaan dit even laten opkoken. Samen met de uitjes. En die knoflook. En vandaar dat ik zeg, we gaan een soepje maken. Het is heel erg snel gedaan. Ja, ik zeg het wel elke keer, het is snel gedaan. Maar het is inderdaad wel snel gedaan als je je, je voorbereidingen goed treft. Verder gaat er nog wat zwart peper in. Er gaat ook nog wat zout in. Wat chicken poeder. Heel wat soepgroente gaat erin. Het geeft die bitterballen echt een lekkere smaakje hoor. De soepgroente en natuurlijk ook die Madame Chinette peper.
ga niet te veel zetten, maar ik zet wel. Zeg maar ongeveer 1 Madame Jeannette peper. En dit brengen we helemaal aan de kook. We gaan hem even laten opkoken. En terwijl dat opkookt, ga ik hier heel snel opruimen. En ben ik zo straks weer terug. Zo, lieve kijkers, welkom terug. Zoals je hier ziet, is mijn soepje al opgekookt. Dus het vuurtje mag uit. Dit ga ik ook heel even laten staan, zodat hij een beetje afkoelt. Terwijl hij afkoelt, ga ik dan ragu maken. En u zult zelf zien wat ik bedoel met ragu. Dus blijft u afgestemd. Zo, lieve kijkers, ik ga dan mijn boter, mijn marigold roomboter in de pan doen. En ik doe een mix van marigold roomboter en golden brand margarine. Waarom ik dat doe? Natuurlijk mag je geheel alleen roomboter gebruiken, maar het is natuurlijk lekker. Maar het kan ook overpowering zijn, want roomboter heeft een heerlijke romige smaak. En dus ik wil hem een beetje mixen met die golden brand margarine. En natuurlijk, als je budget het niet toelaat, dan gebruikt u gewoon dan die golden brand margarine in plaats van roomboter. In elk geval, het wordt zeker lekker. Goed, dus ik ga nu mijn boter smelten. En als mijn boter helemaal gesmolten is, gaat dan mijn bloem erin. Ja. En ja, u zult zich afvragen waarom heet de bitterballen bitterballen. In elk geval is hij niet bitter. Helemaal niet bitter. Ik zei het al, het is lekker romig en smeuig. Maar ja, bitterballen heeft te danken aan zijn naam. Omdat het heel vroeger... werden deze ballen gegeten tijdens het borrelen, tot tijdens het drinken van bitter. Dus vandaar dat hij eigenlijk de benaming heeft gekregen, bitterballen. Dus wanneer men, ik zeg maar wat Campari dronk of jenever dronk, dan was het altijd lekker om lekkere bitterballen erbij te eten. Dus vandaar de benaming bitterballen. Dus ja, voor zij die zich afvroegen waarom het bitterballen heet, terwijl het helemaal niet bitter is. En evenzo die kroketten. Het is eigenlijk gewoon een en hetzelfde beslag. Alleen is kroketten, heeft het de vorm van een kroketje. En die bitterballen heeft dan de vorm van balletjes. Goed, ik denk dat mijn boter helemaal gesmolten is. Nog een beetje. Als dat het geval is, ga ik dan mijn bloem in één keer in mijn gesmolten boter toevoegen. En dan gaan we hem goed roeren. We gaan het beslag goed roeren. En dit is dan de start van mijn beslag, toch? Dit is dan wat men noemt ragout. En dan gaat er dan zo zoetjes aan, beetjes bij beetjes wat vloeistof in. En dat, daarmee bedoel ik dan dat soepje dat ik zojuist heb gemaakt. Dus dat gaat dan beetjes bij beetjes aan mijn ragout. Dus dit wil ik heel even goed bakken.
goed omscheppen, goed bakken. Ik denk dat het vuurtje even te hoog is. Ja. En dan gaan we hem bakken. Lieve kijkers, hier heb ik dan het soepje, dus ik ga hem beetje bij beetje toevoegen aan het beslag. En natuurlijk wil ik dan ook een beetje van het vlees toevoegen. Ik hou van lekkere, smeuïge bitterballen met heel veel vlees erdoor. Je moet echt bij elke hap het vlees proeven. En natuurlijk, ik zei het al, ga ik ook nog wat melk toevoegen. Maar ik wil even nog die soep die ik eerder heb gemaakt aan het beslag toevoegen. Wel. Ik ga hem erin schenken. Ja. En natuurlijk moet je hem roeren. Je moet hem blijven roeren. Totdat hij een gladde beslag is geworden. En soms lijkt het dat hij te slap is. Maar... bitterballen of bitterbalbeslag kan heel erg tricky zijn en hij lijkt dan hij lijkt te slap, maar wanneer hij afkoelt dan krijg je dan dat hij toch weer hard wordt. Dus vandaar, daarvoor moet u wel waken. Ik ga daar een beetje van die Michi romige melk zetten. Volle melk het liefst. En het vloeistof wordt zo snel geabsorbeerd door het beslag. Wordt zo snel opgenomen. Kijk u. Hij lijkt al smeug, maar ik zei het al, het kan tricky zijn. We gaan nog meer van die soep zetten. Want ook alle soepgroenten die is aan de onderkant gaan zitten. Alle ingrediënten, de uitjes, knoflook, de peper is aan de onderkant gaan zitten. Dus goed roeren, omscheppen. En van een beetje bloem en margarine en roomboter en die michievolle melk krijg je toch wel heel veel bitterbalbeslag. En ik vind dat er meer vlees in kan hoor. Echt lekker. Zeker smullen van de overheerlijke smeuïge bitterballen, romige bitterballen. En zie daar, hij lijkt echt goed compact te zijn. Maar nee, dat willen we niet. Dat wil ik niet. Ik wil toch meer soep of vloeistof aan toevoegen. Ik ga alles erbij doen. En
En dan gaan we weer roeren. Je krijgt zeker sterke bovenarmen als je dit zo vaak al hebt gedaan. Net als ik dus, ja. En je ziet het, de soepgroenten zie je. Je ziet ook nog wat stukjes van die Madame Jeannette peper. Goed opscheppen totdat alle vloeistof helemaal is opgenomen door het beslag. Ja, je kunt hem testen door een beetje van het beslag op je handpalm te zetten. Natuurlijk moet je even ervoor waken dat het niet te heet is. En dan maak je een vormpje. En als u ziet dat het niet plakt aan uw handpalm, dan weet je dat het goed is. Maar kijk u, hij is heel erg lekker zacht. Ik zei het al eerder, wanneer hij afkoelt gaat hij hard worden. Dus vandaar dat ik eigenlijk een heel smeuïge beslag wil hebben. Maar goed, ik ga dit meteen proeven. Ja, lieve kijkers, u ziet het hier. Mijn beslag is eigenlijk zo goed als af. Hij is niet te slap. Hij is lekker romig. U proeft die lekkere roomboter. Die marigold roomboter en je proeft ook die golden brand margarine. Je proeft ook dat er melk erin is gegaan. Tenminste, de mensen die een fijne tong hebben, die zullen het zeker proeven. Texture-wise is het ook heel erg goed. Dus ik ga hem uitdoen. En dit ga ik natuurlijk even laten afkoelen, alvorens ik ga rollen. Dus het vuurtje mag uit. Vuurtje mag uit en dit gaan we dan even laten afkoelen. We zijn dan zo strakjes terug bij het rollen van de bitterballetjes. Blijft u afgestemd, tot straks. Zo lieve kijkers, welkom terug in de keuken met G. Zoals u hier ziet ben ik al bezig de ballen te vormen. Mijn beslag die is al afgekoeld. Dus ik kan hem al goed rollen nu. En ik heb hier voor me een schaaltje met geklutst ei en natuurlijk paneermeel. Mijn pot die staat ook al op vuur op een laag pitje. En ik ga dan even, of ik ga eerst mijn balletjes in het eimengsel wentelen en daarna in paneermeel. Yes, dus u wilt echt mooie ronde ballen vormen. En dan doe ik natuurlijk de laatste. Tenminste, dit is wat ik u laat zien. Dit is een te grote bal, bitterbal. En dan gaan we de balletjes of de bitterballen gaan we dan in ei wentelen en daarna in paneermeel. Ik zei het al. Goed, u ziet het, het plakt helemaal niet aan mijn hand. Hij is wel vettig, maar dat is juist een goed teken, want dan plakt hij niet. Ik ga dan gewoon een aantal meteen in het eimengseltje zetten.
hierin. Dit is zeker een aanradertje, lieve mensen, lieve kijkers. Er zijn veel verzoekjes binnengekomen om snacks te maken en of desserts. Dus ik dacht van ja, waarom geen bitterballen? Ja toch, want het is toch ook zo snel gedaan en ook zo lekker. Goed, ik ga dit dan even hierin schudden. En mijn pot hier zal heet. Let wel dat u de bitterballen bakt in diepe olie. En dan gaan de bitterballen meteen in de pan. Verser dan dit kan je hem niet krijgen. Dus u moet hem zeker proberen. Dan ga ik even verder hiermee. Ruikt helemaal naar de lekkere boter hier in de keuken. Dit gaat ook in de pan of pot. En dan gaan we hem dan even keren. Ik pak even een lepel. En dan ga ik verder met bakken, lieve kijkers. Ik ben zo dadelijk terug met de plating. En ik ga dan ook laten zien wat voor cartelli dipsausje ik hiervoor ga maken. Blijft u afgestemd. Tot zo. Hi lieve kijkers, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze aflevering. Maar ik wil nog even mijn dipsausje maken. Ik zei het al, ik zou een cartelli dipsausje maken. Ik ga cartelli ketchup mixen met wat picalili saus. Want ja, de een houdt van ketchup, de ander houdt van picalili. En waarom niet beide in één? Dus ik zet wat cartelli ketchup in een schaaltje. En ook nog wat picalili. Een beetje suiker zet ik erbij. Let wel, hier ga ik geen zout bij doen, want die picalili is naar mijn smaak ook al een beetje zoutig. Zuur en zoutig. Dus ik ga geen zout hier aan toevoegen. Natuurlijk bent u vrij daarin. Het is ook lekker, maar ik ben even voorzichtig met mijn zoutinname, want dit vind ik echt al behoorlijk zoutig, dus vandaar. Goed, er gaat ook nog wat van die gemalen peper in. Wat? Nou, waarom niet alles? Ja. Er gaat ook nog een beetje van die gemalen knoflook in. En dan heb je dan een lekkere dipsausje. Ik vind dat er nog meer cartelli ketchup in kan. Natuurlijk moet u hem proeven als hij de gewenste
smaak heeft. Dan hebt u echt een lekkere hot sausje, zou je kunnen zeggen. Ja, van die Catelli ketchup gemaakt. Ik ga even proeven. Er kan nog wat suiker bij. Dan is hij al op smaak. Nog even goed roeren. En dan heb je hier die Catelli dipsaus. Zo. Hier heb ik dan voor me de overheerlijke romige smeuïge bitterballen. Gemaakt met marigold roomboter en golden brand margarine. En in combinatie met die romige volle michievolle melk. En natuurlijk als dipsausje hebben we dan die Catelli ketchup. Goed, ik ga even eentje open doen zodat u ziet hoe smeuig hij is. Ja, zodat u ziet hoe smeuig hij is. U ziet voldoende vlees, voldoende soepgroenten. En de smaak is zeker ook overheerlijk. Ik ga even een beetje dipsaus zetten. En dan ga ik even proeven. En het is gewoon overheerlijk. Je moet hem zeker proberen. Zo lieve kijkers, we zijn nu echt aan het eind gekomen van deze aflevering van In de Keuken met G. Probeert u hem thuis, zo moeilijk is hij helemaal niet. Wees lief voor elkaar, stay safe. Tot de volgende keer. Bye bye.